Vandaag is de dag. We gaan ons burgerinitiatief inleveren bij de Tweede Kamer in Den Haag. Vandaag dus al stap 1. Abortus zou uit het strafrecht moeten omdat je niet illegaal bezig bent. Je maakt een keuze voor jouw eigen lichaam en daar heeft iemand anders niets over te zeggen. Ik vind het sowieso bizar dat daar wetten over lichamen van vrouwen worden gemaakt. Het is het recht over je eigen lichaam, dus dat hoort niet thuis in een strafboek. Dat een partij als de ChristenUnie streeft naar een abortusvrije samenleving. Ja, eerlijk gezegd vind ik doodeng. We zijn inmiddels 2022 jaar verder, dus... Ik denk dat als Jezus nog steeds zou rondlopen, dat hij ook pro-choice zou zijn. 1 op de 5 vrouwen ondergaat in haar leven een abortus. En dit is geen misdaad. Wij willen dat de politiek deze mensen beschermt. En daarom is het ook zo fucking vet dat we 93.689 handtekeningen binnen hebben. En dus de norm dubbel en dwars gehaald om ons burgerinitiatief in te leveren. Maar niet voordat we nog 1 keer in actie komen om duidelijk te maken waar wij voor staan. Op naar de gerechtshoven van Nederland. Ik denk dat we niet heel veel tijd hebben, want hier hangen heel veel camera's. Ik denk wel dat we echt snel moeten zijn, gewoon in en out. Alle geluiden die ik hoor zijn ineens scary. Wat zeg je? Ik ga een stukje heel stop. Mag ik alleen nog het uitroepteken doen? Stop er niet. Oké, even een stapje terug. Ik sta hier in Den Haag, in Amsterdam, in Den Bosch, voor het gerechtshof om voor eens en voor altijd luid en duidelijk te melden waar wij voor strijden. Abortus moet uit het wetboek van strafrecht. We gaan het dus eventjes laten weten. Met deze milieuvriendelijke graffiti. Dan weet iedereen waar wij voor staan. Er kan straks niemand meer om ons heen. Let's go! Ik denk wel dat we echt snel moeten zijn, gewoon in en out. We willen het gewoon geruisloos doen. Station is hier, gerechtshof is hier. Verf is wel in mijn lievelingskleur, we gaan hem gewoon snel klaren. Het is voor het Paleis van Justitie. En ik denk dat we niet heel veel tijd hebben, want hier hangen heel veel camera's. En hier is het dus, Hoger Gerechtshof van Den Haag, the place to be. Even een goed plekje uitzoeken. Ik vind het fucking eng, er staat ook nog een auto daar. Er staan gewoon auto's hier. Oké, niet te lang staan, niet te lang staan, dus let's go. Oké, daar gaan we. Ik ga gewoon beginnen. Oké, dan. Oh, ik voel me zo badass, jongen. Oeh, ze keek lang naar mij. Ja toch, ik heb de smaak te pakken hoor. Dat is letter. Oké, abortus is geen staat uit te steken. Hallo, ik ben bijna klaar. Bent u het lezen? Wat zegt u? Ik heb heel stop. Mag ik alleen nog het uitroepteken doen? Stop er niet. We zijn ready. We hebben het gedaan. We hebben het laten weten. Oh my god, het is af. Zo prachtig. Oké. Heb je een legitimatiebewijs bij je? Ja. Maar kunt u het lezen? Ja, dankjewel. Ja, ik kan het lezen. Ja. Oké. Okay. Het is gelukt. Er zijn mensen die op de grond aan het spuiten. Een en ander wordt gefilmd. Ja. Hey, daar ben ik weer. Hola. Meneer Geluk. We leven in een vrij land. Hè. Je mag je mening daarin geven. Jij zegt het gaat eraf. Een regenbuitje wordt lastig hier, denk ik. Nee, daarom komen we het zelf morgen boenen, want hier regent het inderdaad niet. Ik die afspraak met je maken, ik maak foto's ervan. Ja. Ik heb jouw naam, ik heb jouw gegevens. Ik zet het bij ons in het systeem dat dit is gebeurd. En jullie gaan dit morgen gewoon schoonmaken. Ja. En dan blijft het erbij. Maar mag ik ondertussen, als het er toch af te halen is, nog heel veel dat uitroepteken afmaken? Je hebt je punt gemaakt. Ja. Prima, weet je wel. En nu ben ik dan erbij. Houden we het erbij. Ja, dat vind ik heel erg. Oké. Ik geef je deze eventjes terug. Dan sta ik hier ook weer voor Jan Lul, toch? Ja, dat klopt. Nou, ik denk statement gemaakt. Ja, we hebben ons punt gemaakt bij de gerechtshoven, maar nu de politiek nog. Ja.
Vandaag is de dag. We gaan ons burgerinitiatief inleveren bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ik heb hier de rol met al jullie handtekeningen, waarvoor dank. En we mogen het ook toelichten. Daarna gaan ze ons burgerinitiatief controleren. Maar vandaag dus al stap 1. En nu ik er toch ben, ga ik eerst Corine Ellemeet van GroenLinks blij maken met het enorme aantal handtekeningen. Want net als wij strijdt Corine voor een nieuwe abortuswet. Corine, de vorige keer dat ik hier was, zei jij abortus is zorg en alle vrouwen hebben toegang nodig tot zorg. En kijk wat ik nu bij me heb. Ja, dat zijn ze. 93.689 handtekeningen. Ah joh, dit is zo fantastisch. Het is echt heel erg indrukwekkend. Ik ben al best wel lang Kamerlid en zoveel handtekeningen onder een actie heb ik nog niet meegemaakt. Echt heel erg knap. Wat betekenen al deze handtekeningen nou concreet voor de initiatiefwet wat jij gaat indienen? Dit gaat me echt enorm helpen bij het schrijven en vooral ook bij het verdedigen van mijn wet. Het is een heel traject. Ik heb het inmiddels vaker gedaan. Een wet krijg je niet 1, 2, 3 door de Kamers. Maar ik heb er echt alle vertrouwen in dat het met jullie steun gaat lukken. Mooi gesproken. Nou, wij gaan deze inleveren en we gaan je natuurlijk blijven volgen. Heel veel succes met de vervolgstappen. Jullie onwijs bedankt. En dan is het nu zover. Namens Marieke van het Humanistisch Verbond en mezelf is deze voor jullie en voor al die 93.000 mensen die getekend hebben. Here we go! En welkom bij de burgerinitiatiefaanbieding van onze twee aanbieders die vandaag een petitie over abortus gaan aanbieden met betrekking tot de strafwet. Dat is echt heel uniek dat een inwoner van dit land met 40.000 handtekeningen het op de agenda kan krijgen en daarnaast ook in de zaal zijn of haar bijdrage mag doen over dit specifieke onderwerp. Dat is echt heel speciaal in onze mooie democratie. Dus dan geef ik jullie het woord. Ja, dankjewel. Thanks, meneer de voorzitter. Voordat ik nu losbarst, wil ik eerst weten welke Kamerleden ons initiatief straks gaan steunen. Het is geen misdaad. Het is okay. Gewoon een medische behandeling. Maar wat mij betreft gaat het met name om de zelfbeschikking van de vrouw. Is abortus in jouw opzicht een misdaad of een medische behandeling? Een medische behandeling en zeker geen misdaad. Daar hoef je niet lang over na te denken. Zeker niet, nee. En waarom vind je dat? Nou ja, omdat abortus een belangrijk recht is. Een belangrijk recht voor vrouwen om baas in eigen buik te kunnen zijn. Om zelf te beschikken over je lichaam. Dat moet niks met misdaden te maken hebben, wat mij betreft. Ja, beste aanwezigen, beste Kamerleden. In Nederland is het recht op abortus nog niet goed genoeg verankerd en beschermd in de wet. Sterker nog, het staat in het wetboek van strafrecht in artikel 296. Abortus is dus op deze manier in Nederland niet een recht, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan. Nee, abortus is strafbaar tenzij. Het is een van de weinige medische handelingen samen met euthanasie die in het wetboek van strafrecht staat. Ja. En dat geeft mensen echt een heel verkeerd signaal, want het is zorg die vrouwen in een noodsituatie nodig hebben. Je moet dat blijven verdedigen. En ook hier in Nederland wint de anti-abortus lobby steeds meer terrein. Wat ons betreft moet het in het wetboek van strafrecht blijven. Er wordt tenslotte leven beëindigd. Het moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan worden. Dus wij zijn er tegen om het uit het wetboek van strafrecht te halen. Daarom mogen wij dus niet achteroverleunen in Nederland. Niet denken dat het hier allemaal wel goed geregeld is. De harde waarheid is namelijk dat de Nederlandse staat met de huidige regelgeving bepaalt wat er gebeurt in mijn baarmoeder. We weten nu dat het in een wetboek van strafrecht staat. Nou, dat is principieel echt onjuist, dus daar moet het uit. Het is een medische ingreep. Er zit hem in dat je uiteindelijk altijd naar de vrouw moet kijken die zwanger is en die mag zelf beslissen over haar eigen lijf en over haar toekomst. Willen we echt het allerzwaarste middel dat de staat heeft, namelijk het recht om burgers op te sluiten, inzetten op de regulering van baarmoeders. Maar mocht het dus worden voorgelegd in de Tweede Kamer, dan kunnen we rekenen op jullie steun. Ja, nou, dan is het natuurlijk ook wel verstandig om even goed te kijken wat alle argumenten zijn. Maar hè, voor ons is altijd het belangrijkste uitgangspunt zelfbeschikking van de vrouw. Mocht het wetsvoorstel worden ingediend in de Tweede Kamer, dan hebben we de steun van jullie. Van de Partij voor de Dieren zeker weten. Kunnen we dus rekenen op de steun van Volt? Ja, dat gaan wij dan steunen. En wij vinden ook dat je ook verder moet kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat die rechten verankerd zijn. Ons voorstel is dat abortus onder dezelfde wet en regelgeving valt als elke andere behandeling door een medisch specialist in het ziekenhuis. Dus met ons burgerinitiatief roepen wij op: schrap artikel 269 en haal abortus uit het wetboek van strafrecht. Dankjewel voor jullie tijd. Nou, neem ik hem in ontvangst. Om je zo spoedig mogelijk te laten weten of en wanneer die eventueel nog in de plenairezaal behandeld kan worden. Spannend, ja, dank u wel.
Een applaus. Ja, het is gebeurd. Dit was het dan. Het burgerinitiatief is ingeleverd. Wat er nu gaat gebeuren, ze gaan hem controleren om te kijken of de handtekeningen echt zijn. En hopelijk horen we dan binnenkort wanneer we mogen gaan spreken voor de Tweede Kamer. Maar dit is al een mijlpaal. Voelt heel goed. Een soort van opluchting. Ik wil het heel feestelijk maken, maar ja, het is gewoon een dinsdag in Den Haag in de Tweede Kamer. Maar ik wil jou wel heel erg bedanken voor je steun en voor de handtekeningen. Want zo zie je maar, als we samenkomen, kunnen we echt iets bereiken en dingen in beweging zetten. En we zijn er natuurlijk nog niet, maar we zijn wel op weg. Dus dank je wel. Ik denk het meeste waar ik tegenaan liep tijdens het proces van mijn abortus is dat ik me heel erg eenzaam voelde. Omdat ik niet voelde dat het iets is dat ik gewoon casually met een paar biertjes over kon hebben met mijn vrienden. En op het moment dat er een taboe op blijft rusten, maak je die drempel ontzettend hoog. En wat ik daarvan vind, is dat het gewoon totaal onnodig is. Ja, ik weet niet wat dat is in mij, maar dan ga ik voor de ander denken. Van, oh, misschien als ik over mijn ervaring met de abortus begin, dan maak ik een ander oncomfortabel. Terwijl dat is natuurlijk onzin. Als ik daarover wil praten, dan moet ik dat gewoon lekker kunnen doen. Je moet erover kunnen praten met anderen. Die steun hebben die vrouwen sowieso al nodig. En op het moment dat we dat taboe willen doorbreken, moet het ook niet zo worden neergezet. En dat is wel zo als het in het wetboek van strafrecht blijft staan. Dus als het eruit gaat, dan zetten we zo'n enorme stap naar dat het iets is waar we gewoon over mogen praten. En dat het gewoon een medische ingreep is waar je open over mag zijn. Het taboe rondom abortus maakt dat ik het ontzettend eng vind om hier te zitten en mijn verhaal te doen. Maar wel denk dat het nodig is omdat er meer over gepraat moet worden.